NEC pakte in de vorige wedstrijd tegen Telstar sinds lange tijd weer een punt. Vrijdag wil de club vooral revanche nemen voor het 5-1 verlies in de vorige wedstrijd tegen Top Os. Volgens trainer Jack de Gier is de sfeer in ieder geval goed. Ik kom hier straks aanlopen en iedereen is vrolijk, iedereen is het lachen. Hoe is de sfeer in de groep? Ja, nou ja, dat misschien wel te goed, maar ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat het elftal een beetje plezier uitstraalt. Wel in combinatie met de juiste instelling en dingen doen als team. Ja, en zou je zeggen dat dat wel goed is? Nou ja, omgaan met omstandigheden, de training die je net gezien hebt. Ja, daar zit daar wel een stukje plezier in. En ja, wij geloven ook er heilig in dat we morgen weer het resultaat gaan halen. Alleen ja, het is altijd zo dat de vrijdag is altijd het meetmoment van wat je gedaan hebt die week. Je ging afgelopen maandag met de supportersavond ging je los op de wedstrijd tegen Os. Heb je dingen aangepast? Ga je dingen anders doen dan dat je dat de eerste wedstrijd gedaan hebt? Ja, dat heb ik gedaan omdat het natuurlijk het meest extreme voorbeeld was in de nederlaag en in de keuze in een bepaalde speelwijze. Maar ook in het wedstrijdverloop wat ik toen genoemd heb, weet je. Kijk, Os zal niet veel anders spelen. Wij zullen ook niet veel anders spelen. Het gaat alleen vaak om uitvoering, winnen van duels, scherp zijn in spelervattingen voor en spelervattingen tegen. En daar worden heel veel wedstrijden op beslist. Het was niet anders in die wedstrijd. Het zal misschien morgen ook niet anders zijn, alleen ja, je moet altijd zelf zorgen dat je aan de goede kant zit. Randy Wolters traint mee, zit hij bij de selectie? Randy gaat maandag in principe bij Jong NEC uit bij Emmen zijn eerste speelminuten maken. En dan zal hij ook snel aan kunnen sluiten. En Rens is er vandaag niet bij? Nee, Rens had wat last van een blessure. Opgelopen deze week weer op het harde gras. En die houden uit de wedstrijd voor morgen. En we moeten nog even kijken hoe de ernst daarvan is. Ja, dankjewel.